Om een beetje bij te komen van al deze vaktermen ga ik op zoek naar Otto Kooijmans. Ik vind hem hier in het kerkje van een psychiatrische inrichting. Niet omdat hij in de war is, maar omdat hij hier orgel heeft leren spelen. Hij is toetsenist bij de popgroep The Scene. Ik denk als ik heel gefrustreerd zou zijn, zou ik achter een waanzinnig kerkorgel gaan zitten en daar mijn beroep van maken, denk ik. Ja, ja. Want het is zo groot en zo veel. En u drukt met één vinger een hoop herrie in, eigenlijk. Dat we... Heb je dat in je jeugd gedaan? Ja. Waar? Op Koudewater, die inrichting waar mijn vader werkte. Daar stond in de kerk zo'n ding. En dan kreeg ik af en toe de sleutel van zo'n non. En dan zou ik erachter gaan zitten. Oh ja? Dit is echt wel even andere koek, maar ook koek van Hollandse bodem. Een orgel dat ligt in tapijt, is dat in ons heel ondankbaar? Het is dus gaten vullen. Het is niet ondankbaar. Je bent organist of je bent het niet. Als het zo ondankbaar zou zijn, dan zou iedereen het kunnen en doen. Ook mensen doen het ook wel, maar ja, het is een heerlijke ondankbare taak. Om achter die scheurende gitaren te zitten. Je legt voor hun wel iets neer waarop ze tekeer kunnen gaan. Ik kan verschrikkelijk tekeer gaan met zo'n ding. Ik ben ook echt een begeleider, denk ik. Op mijn eentje muziek maken, dan ben ik nooit kerkorganist geworden waarschijnlijk. Heb jij grote voorbeelden van mensen die een orgel bespelen in de popmuziek? Ja, nou, Jimmy Smith. Ja? Ik zal je een stukje laten horen. Ja. Maar dat is jazz. Ja, maar die heeft wel het orgel populair gemaakt, volgens mij, dat soort mensen. Mm. Zoals Jimmy Smith, want zelfs van Hammond orgel is eigenlijk als een soort elektronisch kerkorgel bedoeld. En ooit. En daarna is het pas in de rock'n'roll terechtgekomen. Ik ben dus ook helemaal in de rock'n'roll terechtgekomen. Blijft u wel even onthouden dat dit programma over kerkorgels gaat?